Welkom bij Rivierenland in Zaken. Innovatie, mobiliteit en verhuizingen. Het zit er allemaal in. En dan ook nog besparingen in het verenigingsleven. Dit en meer in Rivierenland in Zaken. We praten over mobiliteit in de regio aan de Rivierenlandtafel en we spreken met Ina en William Willekes. Die hebben een eigen onderneming en ik ben toch heel benieuwd als je praat over de automobielindustrie. Die hebben een hartstikke moeilijke tijd. Hoe zijn jullie de economische crisis doorgekomen? Nou, we zijn een kleinschalig bedrijf. We werken met alle merken auto's en we kunnen daarom ook heel snel schakelen. We zijn niet afhankelijk van besluitvorming in Den Haag of populariteit van merken. Wij kunnen ons echt richten op de wensen van de mensen en we hopen hun daardoor heel erg tevreden te kunnen stellen. Nou zeg je de regelgeving vanuit Den Haag, hoe heb je daar last van? Heeft dat dan te maken met specifieke automerken of met hybrides of dergelijke? Ja, bijtellingsaspecten, motoruittuigenbelasting, beslissingen die in Den Haag genomen worden, die dus toch wel mensen beïnvloeden om een auto wel of niet aan te schaffen. Nou zeggen we heel bescheiden, we zijn een kleinschalig bedrijf, maar jullie hebben wel twee vestigingen. En nog één ding, jullie zijn een familiebedrijf, hè? We zijn een kleinschalig bedrijf, zelf gestart. Ja. Laten we eens even een kijkje gaan nemen. Blijft altijd de grote vraag, het onderscheidend vermogen, hè? Van ja, hoe ben je beter dan alle anderen en wat is jullie specialiteit daarin? Ja, omdat we een klein bedrijf zijn, hebben we ook heel betrokken medewerkers die echt wel wat extra's willen doen voor ons bedrijf, maar met name ook voor onze klanten. En we willen graag met onze klanten meedenken om ze het juiste product te bieden. Dus dat kan zijn bij de verkoopadvisering, we zijn niet afhankelijk van het merk natuurlijk, maar ook bij onderhoud. De ene klant die wil heel graag betrouwbaarheid en daarom moeten we vooruitzien als we de auto repareren. Maar bij een ander kan het ook zijn dat we misschien wat spreiding van kosten moeten over nadenken. Ja. Maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt bij jullie ook een grote rol. Dat is heel belangrijk, ja. Kun je daar een voorbeeld voor geven? Ja, het is ook een stukje betrokkenheid van je omgeving. Dus we proberen ook, we hebben ook mensen in dienst of aangenomen die beperkte kansen op de arbeidsmarkt hebben. Maar daarnaast ook goede doelen ondersteunen. Bijvoorbeeld Abdujes en Kika en dergelijke. Ja. De techniek van de auto's, ja, die schrijft natuurlijk enorm voor. Je hebt er plezier in ook, zie ik. Ja, dat hoort zo als techneuten zijn. Maar hoe hou je die technische ontwikkelingen bij? Wij houden die bij door de jongens trainingen te geven. 8 trainingsdagen per jaar. De chef werkplaats die gaat extra trainen door de andere jongens goed te ondersteunen. En daardoor zijn we in elke merk goed thuis, zeg maar. En, hebben Schumelen wij bijvoorbeeld niet, zeg maar. Oké, maar je hebt wel alle software dan goed in de gaten, hè? Ja, zeker. Ja, ja, het is toch een beetje ondeugend om zo'n opmerking te maken in de automobielindustrie. Wordt het herstel van de auto's voor jullie dan ook duurder? Ja, het wordt zeker duurder. Door alle elektronica wordt het voor ons ook duurder. We moeten sowieso zorgen dat we goed uitlezenapparatuur hebben. En dat wordt ook steeds merkspecifieker. Dus er moeten ook meer testkasten in de werkplaats komen, zeg maar. Ja. Dus jij stelt eigenlijk dat als je alle merken verkoopt, dat je dan een voorsprong hebt op de dealers die maar 1 automerk verkopen? Wij zijn technischer als een dealer. Ja. Nou, Ina, tot slot. Waar staan we voor 5 jaar? Dat is een goede vraag, inderdaad. De ontwikkelingen gaan zo ontzettend hard dat wij daar ook heel erg benieuwd naar zijn. Maar we doen echt ons uiterste best om dat goed te volgen. En we ontwikkelen graag mee. Ik wilde afronden met een technische vraag. Er komen steeds meer signalen dat men zegt de benzineauto heeft zijn langste tijd gehad. Deel je die mening? Ik deel die mening niet, nee. Maar... En waarom niet? Nou, ik denk dat de brandstofmaatschappijen daar voorlopig nog wel een stakje te voor houden, zeg maar. Ja. Ja. En gelukkig is de brandstof op dit moment redelijk goed te betalen. Ja, daarom. Ja, ja. Nou, ik wens jullie heel veel succes met de organisatie en bedankt voor de toelichting. Dankjewel. Dankjewel.
Aan de Rivierenlandtafel praten we over bezuinigen en creatief ondernemen. En aan tafel heb ik Göran Schuurman. Göran, bijzonder hartelijk welkom. Dankjewel. Spreek ik de naam goed uit? Uitstekend, prima. Het is een naam die niet Nederlands klinkt. Nee, Scandinavische naam. Oorspronkelijk uit Zweden. Ik heb verder niks met Zweden, maar... Je komt zelf niet uit Zweden? Helemaal niet. Nee, helemaal Nederlands. Oké, maar de naam wel. Heeft dat nog een bepaalde achtergrond, een gedachte? Nee, mijn ouders zijn het tegengekomen in de krant. Er was een schaatser die zo heette, Göran Claesson, voor de mensen die dat misschien weten. En die ging hopelijk wel heel snel, want dat wil je ook met je bedrijf. Dat wil ik wel, maar of ik net zo snel ging als die schaatser, weet ik niet. Oké, we gaan het hebben over bezuinigen en creatief ondernemen, want jullie hebben een gat in de markt ontdekt. Dat denken we wel, En dat heeft te maken met sponsoring van verenigingen. Dat kun je even uitleggen. Dat ga ik proberen kort uit te leggen. Wij denken dat, hebben kunnen zien dat heel veel verenigingen tegenwoordig, amateurverenigingen, moeite hebben om een goed sponsorbeleid te hebben en te onderhouden. En ik denk in alle eerlijkheid daar nu een goede creatieve oplossing voor te hebben, waarmee wij heen kunnen ontzorgen. En de sponsors goed kunnen bedienen. Even over die verenigingen, want ook de subsidieregelingen in Nederland, die zijn op een hele laag pijl. Dus die verenigingen kunnen wel wat extra centjes gebruiken, denk ik dan. Dat lijkt me wel. En bijvoorbeeld stel een vereniging wil een nieuwe tribune hebben. Dan hebben wij mogelijkheden om te kijken of wij dat geld wat daarvoor benodigd is, in samenspraak met de club en de sponsoren, of we dat inderdaad kunnen regelen, buiten wellicht de subsidies om. Maar nou ben ik benieuwd, want bij veel verenigingen is het informele circuit is heel erg groot. Hè? Ja. Dus hoe gaat het in zijn werk? Wat zijn de vindingen dan die jullie gaan toepassen? Nou kijk, ik snap dat er ondernemers zijn die ze met op een bepaald gevoel bij een vereniging willen zijn. Dus wel bij vereniging A, maar niet bij vereniging B, uit allerlei emoties. Aan de andere kant is het ook een commercieel belang voor een sponsor om zichzelf te laten zien in de regio, bij zijn klanten. En we kunnen samen kijken met de sponsor welke doelgroep hij wil hebben. En die kunnen we dan ook laten aansluiten op de vereniging. Ja, dat klinkt voor mij nog een beetje abstract. Okay. Maar eventjes in dingetjes denkend, van hoe gaat dat eruit zien? Nou ja, je kunt bijvoorbeeld denken aan inderdaad het traditionele sportbord langs het veld met de reclame erop. Maar we zitten ook denken aan een stukje narrowcasting, waardoor klanten ook interactief, sponsoren interactief met hun leden kunnen communiceren. Een narrowcasting, dat is een soort tv-scherm dan op de locatie? Ja, correct. Je kan een aantal beeldschermen ophangen, bijvoorbeeld in het clubhuis of in de kantine. Enerzijds kunnen daar gewoon live door de vereniging de uitslagen opgezet worden, van de uitspelende teams bijvoorbeeld. Maar daarin ook de mogelijkheid om heel interactief de sponsor aan het woord te laten met allerlei commerciële uitingen. Maar dat is altijd makkelijker gezegd dan gedaan, hè? Want daar is een bepaalde discipline voor nodig en een bepaalde kennis voor nodig. Dat klopt. Nou, dat kunnen we in overleg doen. Enerzijds, de discipline is een handeling achter een computerscherm. Dat kunnen we tegenwoordig allemaal wel. En wil iemand dat niet doen, dan kunnen we het uit de handen nemen. Dus ook daarin kunnen wij een faciliterende rol spelen om een ondernemer te helpen dat voor elkaar te krijgen. Ja. En kun je dan een indicatie geven van het rendement wat dat dan oplevert eventueel als je aan zo'n traject begint? Want iedereen denkt natuurlijk van ik wil zoiets wel doen, maar de voorkeur is natuurlijk wel, hoeveel levert dat op? Ja, voor de club kunnen we dat wel calculeren, want we kunnen uitrekenen hoeveel het uiteindelijk aan sponsorgeld gaat opleveren. Voor de sponsor zelf blijft het natuurlijk best lastig om het te doen. Wat we wel kunnen weten is hoeveel mensen, hoeveel ogen er gericht zijn op zijn reclameuitingen. Zowel langs het bord als natuurlijk ook via het narrowcasting systeem. Dus dat kunnen we wel degelijk in kaart brengen voor de betreffende sponsor. Dus meten is weten, zeg maar dan ook altijd. Hè? Ja, zeker. Ja. Je moet het meten, weten en bijsturen. En dat zal altijd in overleg gebeuren. Ja. Ja, en zijn er al veel organisaties die dit al toepassen? Of zeg je van nou, dit is nog een open markt, hier ligt nog een... Er zijn er in het land wel een aantal. Het komt nog wel het meeste voor, bij veruit de meeste amateurverenigingen in ieder geval, is dat nog steeds een bijzaak is om een goed professioneel, goed georganiseerde sponsorbeleid te hebben en te houden. Ja. En daar in dat gat kunnen wij heel erg goed opvullen. Nou, ik ben weer helemaal op de hoogte. Mooi. We gaan jullie volgen. Ik ga je bedanken voor de uitleg en veel succes wens. Dankjewel. Dit was Rivierenland in Zaken. Als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkeling in de regio, dan volgt u ons op www.rivierenlandinzaken.nl, op Twitter en op Facebook. Dank voor uw aandacht. Tot de volgende keer.